Hallo, en vandaag heb ik een hele korte, maar ook toch wel pittige training. 6-7 minuten maar, dus we zijn er klaar voor. Ik begin zometeen met de benen en een stukje conditie. Want we hebben al een warming-up gedaan, hè? Je hebt al wat losgegooid en gerekt en gestrekt of een andere sport. Maar ik wil toch nog even de hartslag goed omhoog brengen en dan nog een aantal oefeningen doen. Dus wat ik ga doen is doorzakken door mijn knieën alsof ik een squat maak. Ik kom omhoog. Maar ik ga wel springen, dus ik kom los van de grond. Dat doe ik 10 keer. Ik doe het een keertje voor, kijk even. Dus ik doe mijn billen naar achteren en omhoog. Billen naar achteren en dan weer omhoog. Als dat te zwaar is, dan doe je in het begin gewoon 10 squats. Na die 10 sprongen maak ik schaatssprongen met mijn armen erbij. Of schaatssprongen niet, maar eigenlijk voor, achter. Dus mijn benen en mijn armen andersom. Dus we gaan echt het hele lichaam eventjes goed opwarmen. Dat hele blokje doe ik 3 keer. Dus 10 keer springen, armen en weer omhoog, armen en weer omhoog. Dan is die hartslag echt goed omhoog en dan gaan we door met een elastiek. Ik heb geen deuranker nodig, dus ik heb een groene elastiek. Leg hem gewoon ergens neer of op de grond en dan doen we nog een aantal spierversterkende oefeningen. Zijn jullie klaar om 10 keer te springen? Zorg dat je de plek hebt, hè, dat je de ruimte hebt. Ga lekker staan, ontspannen. Oké, gaan we 10 keer springen. Zak door en 1. Meteen door, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En doe maar mee. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Losgooien. 10 keer springen. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan gaan we weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Als de springen niet gaat, gewoon een squat maken als je last hebt van de knieën. Lukt het? Hup, meedoen. Laatste 10 keer. Kom maar. En 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan gaan we verder, armen. 1, 2, armen benen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ik zei het, hè, die hartslag. Goed omhoog gegaan. Slokje drinken. We gaan gelijk door. Elastiek. We doen biceps. Bekend bij ons allemaal. De meeste oefeningen kennen we al. 10 keer. En dan wat we noemen bent over row. Bent over. Voorover buigen. En dan een roeibeweging. Dus de rug. Draai een beetje in. Kun je het goed zien. Rechte rug. En dan die schouderbladen. Naar elkaar toe trekken. Geen bolle rug. Dan krijg je wat last van de onderrug. Hè? Te veel spanning op de onderrug. Schouderbladen naar achteren. Rechte rug. En dan naar achteren halen. Ja, klaar voor? Doen we 3 keer 10. Alles. Eerste biceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Kruisen. Ja, dus handvaten weer vastpakken. Je hebt een kruis gemaakt. Rechte rug en elleboog omhoog. 1, 2. Voel die schouderbladen naar elkaar toe. 3, 4, 5. Blijf naar voren kijken. 6, 7, 8, 9, 10. Pak weer terug. Weer gewoon pakken. Schouderbladen naar achteren rollen. 10 biceps. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, blijf recht staan, 8, 9, 10. Tweede serie, rug, kruis weer en goede rechterrug. Goede rechterrug, naar voren kijken, elleboog omhoog. En 1, ook die armen naar buiten, handen naar buiten. 2, 3, langzaam terug, 4, langzaam terug, 5,
Naar voren kijken. 6. Voel die rug. 7. 8. 9. 10. Netjes. Laatste biceps. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Krachtig. 9. 10. Heel goed. Ga staan. Volle rug. Kijk naar voren. Laatste 10. Doe maar mee. En 1. 2. 3. Je voelt die rug, hè? 4. 5. 6. 7. 8. 9. En de laatste omhoog. En 10. Hou vast. Hou vast. En los. Keurig. Hartstikke goed. Leg eventjes de tube aan de kant. Eventjes de schouders oprekken. Door je linker of rechterarm voorlangs te bewegen. Schouder laag. Arm onderdoor. De hoogte van de elleboog naar je toe halen. Want met die oefening pak je ook de achterkant van de schouders. Die rekken we nou even op. Andere kant. Voorlangs. Onderdoor. En haal naar je toe. Keurig. Voel je het hier, hè? Hierachter. Daar voel je het rekken. Niet dit doen. Kijk maar even. Niet dit doen. Nee, gestrekt. Voor je langs. Perfect. Ademhaling is weer wat gezakt. Die schouders hebben we even opgerekt. Want dat is ook nodig. Want dan gaan we nu weer verder. De schouderpartij. En de benen en de billen. Wat ga ik doen? Ik ga er direct op staan. Op de elastiek. Op één, onder één voet. Side raise. Zijwaartse. Heffen. Side raise. 10 keer. Dan pak ik mijn elastiek vast. Dan maak ik krachtige achterwaartse uitvalpassen. Kijk naar mijn armen. Terwijl ik naar achteren ga. Hop. Doe ik mijn armen naar voren. Krachtig. En dan weer hop. Weer terug. Ja. En dan maken we weer een serie van 3. Pak ik even een slokje. Gaat steeds beter, hè? Herstelt steeds sneller. We zitten al in de tweede maand. Het gaat hartstikke goed. Oké, ik ga op één voet. De elastiek leg ik onder één voet. Ik ga weer recht staan. Borstkas op. Als je omhoog komt, zo meteen, kijk. Ellebogen licht gebogen houden. En dan blaas je uit, hè? Dus. Bij aanspannen altijd uitblazen. Klaar voor? Laatste serie. Alles weer 10 keer. 3 keer 10. Schouders, side raise en 1. 3. Langzaam terug. 4. Langzaam terug. Kijk naar voren. 5. Ellebogen hoog. 6. 7. 8. 9. En 10. Pak de elastiek vast. Zo, bij elkaar. Ik begin met mijn rechterbeen. Die gaat als eerste naar achteren. Mijn handen zijn bij mijn middel. En dan gaan ze omhoog. Hè. Doe maar mee. 10 keer. En 1. Terug. 2. Terug. Snel naar achter. 3. Zo ver mogelijk je voet naar achteren. 4. 5. Stap uit. 6. 7. 8. 9. 10. Netjes. Ik voel nog een beetje van een spring in het begin, hè? Wil je voet erop zetten? Je mag van voet wisselen. Of hetzelfde gaan staan. Doe hetzelfde, maar nu met gestrekte armen naar voren. Dus geen side raise, maar een front raise. Voor, front. Oké, goed erop staan. Dat die niet direct onder je voet vandaan schiet. Hè? Zet tegen elkaar aan de vuisten. Borstkast op. 10 keer. Niet uit je rug gaan trekken. Blijf stilstaan. 1. 2. 3. 4. Ellebogen lichtjes gebogen. 5. 6. 7. 8. Blijf recht staan. 9. En de laatste. 10. Hartstikke goed. Pak weer vast. Handen bij elkaar. Bij je middel. Ik doe nu eerst links naar achteren. 3, 2, 1. En 1. Terug. 2. Terug. 3. Explosief. 4. 5. Hou je lichaam recht. 6. Arm omhoog. 7. 8. 9. De laatste. 10. En dan krijgen we ook de laatste schouderoefening. 1 voet erop. Ik wissel nou even van voet.
Ik pak de handvaten zo vast. Kijk maar even. Ik heb ze dus in mijn duimen. En ik heb het clipsysteem aan de binnenkant van mijn armen zitten. Niet dit gaan doen. Dan gaat het schuren op je bovenarmen. Zo. En dan stoot ik uit naar boven. En een klein beetje naar voren toe. Naar boven. En een klein beetje naar voren. Dat ik geen last heb van de elastiek tegen mijn lichaam. Dan pak ik bovenkant schouder. En ook een klein beetje bovenkant borst. En daarna nog 10 keer de benen. Dus 10 keer zo hoog mogelijk uitstoten. Pak vast. Elastiek weer gelijk, hè. 10 keer, daar gaan we. En 1, 2, stoot uit. 3, is pittig, maar doe mee. 4, 5, 6, 7, 8, kin omhoog. 9, en de laatste stoot uit. En 10, en langzaam terug. Oké, laatste 10 benen. Ik begin weer met rechts. Explosief. En omdat het laatste is, doen we er geen 10, geen 15. Maar 20, met z'n allen. Oké, gelijk staan. Gooi even die benen los. 20 keer. Ik begin met rechts. En 1, 2, 3, 4. Fractie van een seconde stil erachter. 5, 6, 7. Even stil. 8, 9, 10. Nog een keertje 10. Doe maar mee. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 en de allerlaatste 10. En los. Elastiek weg. Kom lekker staan. Even de quadriceps oprekken. Ga recht staan. Haal je voet naar achteren. Pak de wreef van de voet vast. Rechtop staan. Eventueel steun. Borstkas op. Benen evenwijdig aan elkaar, de bovenbenen. Voel de spanning in de bovenbenen en ondertussen rustig diep in- en uitademen. Keurig niet zo rekken, kijk niet dit of hier. Nee, bovenbenen langs elkaar. Rustig los, andere kant. Pak de wreef vast. Zet je open op die armen. Als je dit doet met je arm, geef mijn andere arm, ga je automatisch een beetje recht staan. Als ik die hier heb hangen, ga mijn schouders naar voren. Dus openzetten. Zet die benen weer langs elkaar. Zoek je balans. Keurig. Netjes. Maak je lang, zet je vingers in elkaar. Rek je helemaal uit. Een klein beetje een holle rug maken. Maak maar een beetje hol. Kijk maar naar boven. Ja, heel goed. Oké, wat ik doe is lichtjes uitblazen. En dan kom ik helemaal naar de grond. Kijk maar eventjes. Ontspan ik helemaal. Dus ik maak me nog een keer groot. Vingers lichtjes in elkaar. En dan gaan we weer naar beneden. En dan blaas je uit als je naar beneden gaat. Doe maar mee. 3, 2, 1. En blijf hangen. Naar boven. Nog een keertje. 3, 2, 1. En ontspannen. Die armen los. Laatste keer. Maak je lang. En 3, 2, 1. En ja, netjes. Hartstikke goed. Kort, maar krachtig. En morgen gaan we weer verder. Tot morgen!